Zo. Hier zijn we een topje, de cirkelzaag. Maar dat is voor later, want ik heb mijn zaagblad nog niet. Kan ik dus nog niet tonen waarom dat niet. Dat is een topje. Dat is niet om te torpederen. Grappig, ja. Dat is om te schaven. Om pennen te maken. Om gaten te maken. Om te zagen. Om van dikte te schaven. Als de ene kant geschaafd is, is hem gewoon plat. Gewoon plat. Dan moet de andere kant ook geschaafd worden. Geschaafd altijd 90 graden. En hier het schaafblad, dat is de zwaarste. De steun. Heeft ook nog een pennenbank. En heeft ook een pennenfrees. Dat vreest dat. Goed, we zullen ze in het gang zetten. Ik moet ze eerst versleuren. Ik heb me er al een paar keer aan pijn gedaan. Want dat. En dat. Dat hangt los. Kent het. En dan pakken we het vast. Begrepen? Ja. Ik heb ook al met mijn vinger tussen gezeten. Tegen mijn scheen gereden. Over mijn teen gereden. Dus. We gaan het even versleuren. Dat weegt gemakkelijk een 200 kilo als het nu meer is. Ik denk zelfs meer. Het draait op 380. 380, dat is 3 fase spanning. Ja, dat is drijfkracht. Dat is de zware stroom. Ik heb dat hier natuurlijk allemaal, als ik mijn machine kort erbij zet, dan raak ik er ook aan. Zo, ik moet hem nog een keer verlengen. En deze moet ik nog verleggen. Dus. Zo. Daar is wat stelwerk aan. Zo'n bak met een hand, jongen. Fleurtje! Mag niet! Zo, dan weet dit nu weer. De schaafbank. De schaafbank. Dat is dat gedeelte. Even achteruit trekken. Geen stop opladen. Dus de rest mag allemaal blijven. Kijk, een schaafbank, dat heeft de schaafmes. Dat zijn messen die ronddraaien. Dat is een heel gevaarlijk spelletje eigenlijk. Dus dat is niet iets voor iemand te laten doen die dat niet kent. Ik ga je ze wat inzoomen, dat je het kunt zien. Ja. Hier zijn we. Dat is de schaafbank. Dat is het schaafgedeelte. En hierop, dat. Dat zijn messen. Dat hier. Hier, en daar zijn er zo 2. En dat draait dus rond. Vol een bak. Ik denk dat dat gemakkelijk een 2000 toeren doet. Dus. 2000 toeren. Te veel voor mij. Ik begin nu al schrik te krijgen. Nee, ik heb daar in het schooljaar mee, in mijn laatste jaar heb ik houtbewerking gedaan. Dan heb ik daar mee leren werken en weet ik hoe dat ik dat moet doen. Je hebt een vast gedeelte. Echt waar, dat achterste gedeelte is vast. En deze gedeelte kun je in hoogte verstellen. Want anders pakte niks af van je hout. Begrijp je? Nee, dan is het goed. Ik heb hier dus een stukje hout. Als je zoiets doet, altijd kijken dat er geen nagels in zitten. Ik kan pijn doen aan de machine. Ik zal het eens even opzetten. Het maakt ook een beetje veel lawaai. Tikkerie, hoor.
Met zo'n dikke balk kunnen we daar zo mee werken. Maar als dat klein lattekjes zijn, klein balkje of zoiets, klein dun balkje, dan moet je daar blokjes hout voor nemen of ik heb daar. Ik heb ze weer weggelegd en ik weet weer niet meer waar. Enfin, stootblokjes voor. En dat is, je zet dat hier van achterop. Dat heeft zo twee vingers, zodat dat daar niet kan afschuiven. En dan gaat het door uw messen door. Goed, begrijpen iedereen? Goed zo. De van diktebank ga ik ook tonen, hè. Als ze dan toch bezig zijn. Even afzetten, want ik moet mijn meter gaan halen. Wat gaan we doen? Machine aanzetten en erdoor koefelen. Dat is 60. En hier zou dat ook 60 moeten zijn. En inderdaad, dat is 60. Maar ik heb hier een. Hier van hetzelfde, hè, waar dat de dingen van komen. De nerven komen. Dat was een gevoefel. Ja, kun je ook niet aan doen. Ten andere, het is maar grenen. Grenen, dat is niet zo goed. Dus, dat heb je gezien. Dat is schaven. Hiertegen schaafde onder een hoek van 90 graden. Nog een keer onder een hoek van 90 graden en dan maakte van dikte. Heb ik niet gedaan, was al gedaan. Dus dat hebben we al gezien. Dan de pennenbank. Dat is die kant. Dat is eigenlijk voor mij nog de gevaarlijkste kant. Dan die terug naar voren zitten. Bij kunnen. Dat is waarop frezing gezet wordt. En dat zijn van die frezen. Dat zijn van die frezen. Platte frezen. Platte frezen, wat zeg ik nu? Ja, rechte frezen. Voor de pennen te maken. Nee, voor de gaten te maken. Niet voor de pennen, voor de gaten. Dan wordt daarin gestoken, dan wordt vastgedraaid. Met een sleutel natuurlijk. En dat gaan we dan ook doen, dat ga ik ook eens demonstreren. Nu dat je dat vastdraait, maar hoe dat zo gedraaid. Moeten we dat een beetje zoeken waar we dat moeten vastzetten. Dat moet wel goed en degelijk vast zijn. Als dat niet goed en degelijk vast is, dan zijn we een beetje gevaarlijk bezig, dat kan gaan vliegen.
Dat vind ik graag. We zetten ons pennenbankje helemaal achteruit. We blazen een keer, wat dat je eigenlijk niet mocht doen. Ik span mijn pen in. Niet veel plaats, want er staat weer een borrel. Dan naar beneden. Ik laat deze zakken. Vast. 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 Goed. Deze kunnen we ook van hoogte regelen. Dat is dezelfde regeling als van de. Als ik in de bekken eerst. Ik een bazaar uit van de weg zat, dan zou het toch nog gemakkelijker. Maar ja, waarom het gemakkelijk doen als het moeilijk opgaat? Weer hetzelfde. We regelen dat hier op hoogte. De hoogte dat je moet hebben, natuurlijk. Ik ga dat nu maar een keer gewoon een bekken op hoogte zetten. Dat dat hoog genoeg komt. Dat het te laag is. Ja, stel je voor, hier moeten wij zo die vrees hebben. Ja. Ik heb nog iets vergeten. Moet ik direct terug loszetten. Want ik heb hier een linksje in. Ja. Aan deze kant moet ik daar zo een ijzer in steken. Waarom? Om te zeggen, ik moet maar zo diep. Zet ik die tot daar. Ik vijs die vast. Ook met een sleutel. Ga ik die ook laten zien. Hier is de sleutel. Ik ga niet dieper als dat. Hè. Hoe diep is dat? Ik weet het niet als ik mijn meter terugvind. Ja. Wat een ontzeker. Hoe diep is dat? Ik weet dat niet. Ga ik je zien. Ik ga hem vier diep laten gaan. Wat dat zo man, vier diep. Dat is er tegen. Zet dat vast. Dan zit hem op los. Ja. Zo, nu kan ik niet verder als dat. Juist, dat is altijd vast. Maar dat, nu kan ik niet verder. Want ik moet op die 4 centimeters blijven. Goed, dat hebben we dan ook. Dat even terug omhoog. Dat hier terug neer. Altijd goed vast te klemmen. Vanachter moet het hier. Dit is een aanstootje. Ja, omdat dat zout recht staan. Dan is dat een scheef. Voilà, ik heb hier al eens ingezet. Zo. Oké. Zijn we er? Ja, we zijn er. Goed vastzetten. Los en wel een kraag. Die afstand, die kan ook afgeregeld worden. Hier heb je ook zo'n pin. En hier heb je ook zo'n pin. En dan kan die verder als van daar tot daar. Ik ga daar ook niet meer aan regelen. Ik ga jullie gewoon laten zien hoe dat brengt. Als je bezig zit en geruffelt dat er geen zou toch wel iets kunnen gebeuren. Dat niet moet gebeuren. Zo. Kijk. Dat was mijn vorige. En dat is mijn nieuwe.
Dat is bijvoorbeeld voor een pen die daar moet inpassen. Wat gaan we doen? We gaan nu een pen maken. En ik ga dat maken voor een ander vlogje uit, dan kan ik jullie laten zien wat dat nu een pen en gatverbinding is. Maar eerst moeten we weer al die dag terug uit doen. Daar heb ik mijn sleutel voor nodig. De rest laten we staan gelijk als dit. Voilà. De rest laten we staan gelijk als het is. Dan pak ik mijn kriebel. Mijn klein schaafje. Eigenlijk is dat een schaafje. Kijk. Dat is eigenlijk... Zie je, dat is ook zo mis. Hetzelfde als de schaafbak, maar korter. Dat is een heel oud machine, maar een heel goeie en heel gemakkelijk. Wat je daar wel altijd aan hebt, is altijd aan het stellen. Stel je voor dat gaat vliegen. Nee, dat kan niet. Goed, nu moet ik ergens een stukje uitvinden dat ik het hier kan opzetten. Ik ga dat eerst terug laten zakken. Want we hebben graag. Niks aan de hand hebben. Oké. Eigenlijk dezelfde werking, alleen op een andere manier. Ik ga een stukje hout halen. Oké, dank u. Ik ben terug met een stukje hout. Bijna van dezelfde dikte. Niet echt, maar het steekt niet aan. Het is maar voor te demonstreren. Dat zetten we weer vast, maar ik heb hier aan de machine iets niet. Dus waarschijnlijk hier. Hier zou waarschijnlijk een winkelhaak moeten komen. Voor mijn stuk tegenaan te zetten. Om dat dan te frezen. Dus, dat is toch iets dat we moeten maken. Wat ga ik nu doen? Dan ga ik dat maar gewoon zo inspannen. Dat mag wel niet, maar de meester is er niet bij. Maar ik ga wel mijn winkel aanpakken, om dat hier toch recht te zetten. Dat gaat niet gaan lopen, want dat is vroeger zo goed vast te spannen. Maar toch moet ik een beetje oppassen. Dat zal niet gaan lopen. Dan een keer zien hoe ver dat ik kom. Nergens, school. Dus ik kom er nog niet. We gaan dan weer meten. En deze is. Deze meter. Dat is. 18,5. Ik ga dat niet te veel van aantrekken hier op de 18,5. En dat heeft een dikte van 14. Oké. Okay. Dus gaan we hier 18,5 afnemen. Nu weet ik nog niet hoe dat ik dat moet doen. Ik ga dat zo afgesmeten. Ik leg een echte foefelaar. Ik ga dat maar even op zich doen en we zien dat later wel. Dat is goed, ja. Dat is 18 zetten. Weer deze loszetten met de sleutel. Dat is geen tenminste. Zo. Dan gaan we daar zoiets zien. Normaal zijn dat maten voor. Hè. Ja. Iedere machine is toch anders. En dus moeten we daar aan gewoon geraken. Dus dat hebben we nu. Zetten we dat terug aan. Dan gaan we daar over frezen in verschillende lagen.
geen veiligmachine, want je zit hier overal kort in de buurt. Dus oppassen de gebelazen hier. Deze mag ik los. Dan ga ik die eens aftekenen. Want ik weet niet hoe ik het moet regelen met die dingen. Aftekenen en dan ga ik dat zo naar beneden laten zakken tot waar ik het moet hebben. En waar moet ik het hebben? Ik weet het niet. Afmeten en aftekenen. Dat is een van. Een gat van 13. Dertien en half zo ongeveer. Oei. Dan hoort ik dan af. 13,5. Dan gaan we eens aftekenen. Rap, rap, rap. Het is maar. Om te laten zien. Nu wat we er meer hebben, dat is die aanstoot hier. Dat die is hier weggehaald. Ik weet niet hoe ik het moet doen, we gaan nog eens zien later. Nu gaan we dat even gewoon op tegen doen. Hè. Hoppadoog. Allee. Oké. Ga ik daarmee naar ginder. Hoe heb ik die afgetekend? Natuurlijk, aan de andere kant. Natuurlijk, aan de andere kant. Hier moeten we zijn. Dus wat ga ik nu al doen? Ik ga daar nu al een pasje op maken, want ik moet hier afgaan. Instellen tot hier. Ik ga naar daar. Ik zet mijn mes naar beneden. En dan ga ik met mijn ik weet niet of dat de juiste manier is. Want deze machine is weer iets anders. Dat is wat ik hier ken. Oké, zo ongeveer. Oké, let's go. Barsten en zo. Ja, voor de eerste keer kan dat gek worden. Dat zou dus hier moeten inpassen. En dat doet dat. Is dat er? Of is dat? Ja, en dat doet dat, maar met te veel, toch te veel speling. Dat kan allemaal nog. Ik zie je dat moet doen. Zie je, dus dat past daar zo in. Dat is een pen. Een pen en gatverbinding. Voilà. Is voor. Hè. En niet de les te leren. De machine dat heeft ook nog
een zaag. Vandaar dat ik zei dat ik die zaag hierachter niet nodig heb. Dat doen we om omhoog. Ik zeg het helemaal, dat is zwaar. Hè? Allemaal tamelijk gevaarlijk spul. Ik heb daar sleutels voor. Echte fantastische goede sleutels. Ik ga dat er gebikken. Open zetten, daar zijn we. Hier zijn we. Aan deze kant zijn we nu bezig. Goed zo. Oei, mijn camera zat niet vast. De sleutels. Eén even hierop en de andere er hierop. Moeten we zien welke dat is. Ja, oké, deze. Dus, dan maken we los. En hier gaan we de zaag opzetten. De zaag heb ik ook nog niet gemonteerd. De zaag heb ik ook nog niet gemonteerd. Nou, maar dat is wel een vaasje. We komen er wel. Goed. De zaag moet hier tussen komen. Goed dat ik het eraf neem. Dat ik precies beter eens een keer proper gemaakt. Dat heb ik nu niet gedaan. Dan ga ik eerst de zaag opzetten. En gaan we een keer zagen. Als die zaag erop zet die erop stond, dan moet je die dan wel in de goede richting zetten. Ja, in deze richting. Ja, dat is de zaag die erop stond. Dat is toch deze de zaag die erop stond. Deze zal de zaag zijn dat erop stond. Ook niet. Nee, het zit er niet meer. Ja. Ja, ik heb wat zagen meegekregen. En er zijn verschillende gaten in die zagen. Er stak nog een tamelijke grote zaag op. Met grote vertandingen, deze. Oké. Dat is ze. Dat is de zaag. Die past daarop. Deze zetten we daar ook terug op. Moeten we allemaal nog een beetje zien te arrangeren. Ik heb er nog niet mee gezaagd. Waarom niet? Omdat ik het nog niet nodig had. Wanneer dat we hier zijn, hè, wil ik het toch wel eens demonstreren. Wat ik ook al gezien heb, is dat ik twee nieuwe remmen moet gaan voorzien. Oh. Holy moly. Gaan we nog even in de kosten vallen. De vlieg die een vlieg rond met een kopman. Ik denk dat ik de vliegenman ben. Dat is niet waar. Ik ben de vliegenman. Oké. Okay. Deze terug naar beneden, voorzichtig. Ons zagen kapot doen als het niet moest staan. Ah ja, is goed. Oké. Oké. Deze regelen we ook weer in de hoogte. Hier moeten we ook weer wat aan smeren en aan poetsen. Hè. Ik heb de andere kant, de hele slede heb ik al helemaal proper gemaakt, maar de rest nog niet. Ik had andere dingen te doen. Oké, die zaag ga ik niet te straf zetten. Hè. Op een stukje zagen, hè. Zo ongeveer. De breedte van de zaag, diepte, hebben we deze. Gaan we weer pakken. Ook weer allemaal, hè. Op de uur. Ook weer een gevaarlijk spelletje. Geen bescherming aan, niks aan. Ik zou nog gewoon mogen zien hoe ik dat allemaal moet gaan doen. Goed. Stokje nodig om te stumpen. Kijken of ik mijn stumpjes hier niet heb ingelegd. Ik had zo van die plastic.
Niet. Ik heb nogthans opzij gelegd omdat ik dacht van Peter jongen, hè, dat gaan we gebruiken. Ze liggen er niet. Maar dat is niet kut. Maar nee, dat is toen ook, hè. Zo. Wat ga ik nu eerst doen? Ik ga deze hier afnemen. Ik zou niet willen dat daar iets mee gebeurt, want dat is wel heel, heel belangrijk. Dan moet ik eens goed meisje erin. Eigenlijk zou hier iets moeten zijn dat ik dat zou kunnen vastzetten. Dat is voor later. Dan ga je het niet gezien hoe dat ging. Wel over die sleden hier. Dat is toch los, hè? Ja, dat is niet zo tender. Schaafbank weer al plat geschaafd. Zie je maar, hier zijn veel onveilige dingen aan. Je kunt constant in die zaag lopen. Niet goed, met een kap over. Hier de frezen, als je daar met je vingerken in komt, moet je vingerken vergeten. Dat ook hier. Ook het toestel waar je niet mee losse mouwen mag aan werken, want je gaat overal in verstrengeld, dus gelijk als mijn draaibank van achter. Als je daar iets van voelt. En een kind van alles voor hebben. Zie je? Dus dat is de combiné. Ik ga die zaag daar terug afnemen. Want ik heb schrik dat ik me pijn doe. En ik doe me niet graag pijn. Want ik heb al eens genoeg pijn gedaan. Maar, ga ik een lok laten zien. Dat is niet al wat je er kunt mee doen. Ik heb hier ook nog een kop op, zoals een toppie. Een toppie, dat is een... ja, moet ik dat gaan uitleggen. Een molurenfrijs. Ken je dat? Een molure, als je een kader hebt, een schone kader, maar die is zo gegolfd. Dat is die vrijs. Als ik dan toch bezig ben, ga ik u die ook laten zien. Daar zijn twee ringen bij.
Dat is de vrees. Was daar allemaal bij. Een chique prijs kunnen kopen. Maar ik denk dat het tamelijk veilig is. Waarom? Dat is een vrees met maar... Dat is één blok. Met maar één profiel in. En je hebt hier verschillende profielen die je daarin steekt. En die draait in die richting. Nu moet ik eerst eens weten, want ik moet daar een ring over schouwen. Ik moet weten welke ring voordat ik het kapot heb. Dan gaan we dat eerst terug naar beneden halen. Van tijd met los. En achteruit. Want dat is de opening van de fres. Zien. Dat ik er goed op zetten. Moet ook nog allemaal proper gemaakt worden. Ik kan er niet goed op. Ik denk dat dan deze gaat zijn die er helemaal door gaat. Ja. Deze gaat er helemaal door. Gaan we eens kijken. Zit hier. Oké. Okay. Goed zo. Hop, omhoog. Vast. Zetten we erop. Ook de eerste keer. Het is een primeur voor jullie. Een ring erop. De goeie. Ik denk dat ik de goeie kan pakken. Die erop. Om er erop terug in. Zo. Een rondel tatenspannen en dat is een vuist dat je niet mag wegdoen, die mag verliezen, want de vuist die draait in de andere richting. En als ik die verlies, dan heb ik een hoop miserie. Ik kan die niet laten maken. Ik ken de spoot niet van de machine. De spoot, dat wil zeggen de snelheid van die vuist. Ja, zullen we dat besparen. Zo. Ook weer al eens vastzetten. Liefste, voor het gaat vliegen. Beter goed vast, als niet goed vast. Dan doen we dat naar beneden, voorzichtig. Oké, okay. De vrees die draait schoon rond. Zal ik later nog allemaal goed moeten inletten. Moeten we dat weer een beetje omhoog zetten. Want we gaan nooit van de eerste keer in de volledige diepte. Deze los doen. Ik ga allemaal lekker trekken. Dan hebben we dat ook gezien. Zo. Zo. Vast. Dus je hebt verschillende profielen, kijk. Dat zijn de messen, de profielen van de messen. Nu heb ik er een schoolprofiel, dat is allemaal verschillend. Deze is ook nog een schoolprofiel, ja, zo'n beetje. En deze, dat is voor een ronding te krijgen bovenop. Dus, wat gaan we nu doen? Een doos wegzetten. En weer een stukje uitpakken. Die ga ik niet pakken. Waarom ga ik die niet pakken? Wel. Oké, dat ziet er wel goed. Oké, ik ga het toch nog een beetje omhoog zetten. Omhoog, alsjeblieft. We gaan hem in twee keer frezen. Ik ga een ander balkje hout moeten pakken, denk ik. Ja, deze. En dat is nogal wat te krijgen. Zo. Zoiets. Oké. Okay. Zetten we ook weer de machine aan.
gebruikt om van binnenin in dat keukenkastje dat te doen, dat te frezen. Hier gaan we een beetje dieper. Een keer de volledige diepte. Oké. Vast. Zijn we terug vertrokken. Ik ben er blij mee. Echt waar. Ik ga nog veel kunnen doen. Ik ben van plan om mijn eigen vensters te maken. Dus dat is een van de redenen waarom ik dat gekocht heb. Dat ga ik ook doen. Mijn eigen vensters maken. Zo. Ik ga zeggen van alle eigen vensters maken. Hè? Ja. Wel. Ik heb een schoonbroer. En dat is een schrijnwerker. Die heeft lesgegeven in schrijnwerkerij. Dat is een karrenmaker. Die weet het dus. Dat is natuurlijk mijn steun om op te leunen. Als ik hem iets vraag, dan geen probleem. Zo gaat het, hè. Mijn schoonbroer. Dus, nu moet ik dat onthouden, dat hier dat en deze iets anders is. En dat ik dat nog allemaal moet proper maken. Moet dan met daar proper op staan. En beschermingsjes maken, hè. Zal er niet onderuit kunnen. Om toch heel proper, heel deftig te kunnen werken, hè. Want we zijn hier niet helemaal zotte. Ik ga nog mogen zien en zoeken hoe dat ik het moet doen. Maar het komt allemaal in orde. Dan terug naar beneden. Deze mag ook een stuk terug naar beneden. Dat heeft wat vet nodig. Eerst proper maken. En dames en heren, dit was het verhaal van Peter en zijn combiné hout schijnwerkerij timmermans machine. Waar hij zo fier op is. Ik ben er nog niet ver op, want ik heb nog niet doen. Maar ik ben wel content. Dat ik blij ben. En straks ging dat kastje nog toe. En nu niet meer. Ik heb altijd nog een betandruk tussen de negen. Dus ik kan dan wel.
Atlas-sensor. Helemaal alleen heb ik dat gedaan. Dus mensen, het is binnenkort mogen jij nog van alles zien. En nu gaan we over naar de lintzaag, die nog niet helemaal af is, maar wat al wel wel aan gebeurd is. Zo, voor de geïnteresseerden onder jullie. Filmpje gemaakt over mijn combiné, oud combiné. Filmpje gemaakt over mijn lintzaag. En een filmpje gemaakt over mijn radiaalzaag. Filmpje over mijn draaibank. Heb ik al eens gezien. Dus is dat goed. Dan gaan we maar eens kijken naar de Moxa-pijp. Moxa-pijp en de site gaan we dat vinden. Ik zal er een link bij leggen. Bijzetten. Bijzet hier onderaan zo. Goed, dus al de werkingen heb je gezien. Bijna allemaal. Er zijn er nog een paar. Ja, dat was het. De cirkelzaag. Video ga ik er nog niet direct op zetten, want de lintzaag staat er nog niet op. Ik heb een zaaggeleider gemaakt en zo. Dus ik ga dat eerst eens allemaal filmen. Ik ga proberen als dat marcheert gelukt moet zijn. En dan gaan we zien of dat we kunnen lintzagen. Goed, dus komt nog allemaal in orde. Dus ik had dit al wijs gemaakt dat dat erin opkomen. Maar... Oké, bedankt. Ik zie jullie de volgende keer dan wel weer. Als ik begin aan mijn vensters of zo. Het eerste venster dat ik ga maken, dat is TD. Ga ik gewoon uit grenen maken, want die is dood op versleten. Gewoon uit grenen. En dikke laag verf. Maar voorwerk als je nou stekt dan is het. Ik ga daar geen eik aan voor verkwisten. Dus voilà, dat ga ik doen. Ik ga daar wel maar een enkele venster van maken. Ik ga daar geen bovenstuk en geen dubbele venster van maken. Psst, nog te moeilijk. Hè? We beginnen bij het begin. Goed, tot binnenkort bij mijn eerste venster. Oké, misschien een kleintje maken. We beginnen met de grote venster. Inderdaad. Tot ziens. Bedankt.